De jeugd van Eenheind heeft dit jaar weer volop kunnen genieten van de paasactiviteiten die door de Sint-Antonius-schut werden georganiseerd. Begonnen werd met een speurtocht. Vraag, hoeveel paaltjes staan er naast de weg? Ja? Ja. Nou, kom maar eens mee. Ja. Oh ja, deze paren? Of zijn het van deze? Nou, de volgende vraag is, hoe hard mag je rijden op de oprit van de Elmde? Nou, doe maar eens kijken. 12? 20. 20? Ja? Oké, dan schrijven we die op. De pilaar met de brievenbus. Dat is deze. Dat is die. En hoe heet die? Waarom doet die dat? Oh, een beeld. Ik zal het niet meer. Vervolgens werd onder grote belangstelling een spannend toneelstuk opgevoerd. Goedemiddag. Er was eens een heel klein dorpje, genaamd Het Eenheind. Het was een gezellig dorpje, waar iedereen elkaar kende. Eenheindenaren stonden bekend om het harde werken. Iedereen had daar een ezel, omdat de auto's en de fietsen nog niet bestonden. Smakelijk. Ik ben de hele dag geweest, junior. Hoezo? Heb je me gemist dan? Nou, dat was een prachtige dag. Jaarlijks werd door de familie Haas paaseieren verstopt. Maar dit jaar waren er problemen. Want de burgemeester moest bij de koningin op bezoek. En zijn secretaresse was zijn vervanger. En die verbood de familie Haas paaseieren te leggen. Maar gelukkig is alles toch nog goed gekomen. Kom met niets van je vlees, junior. Vlees, ik knal een week aan de hoek. Dat is niet waar. Let er gewoon op jezelf. Dan zie je dat heel je gezicht weer vol zit. Weet wat vervelend werk. Jongens. Tot slot mocht de jeugd paaseieren gaan zoeken en dat hoeven ze geen twee keer te vertellen. Ja!